Pyroteam Delft. Yo allemaal, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van deze nieuwe serie in 2016. Vorige week was de eerste aflevering online gekomen en de reacties van jullie waren echt goed. Ik denk dat ik sowieso iedere zondag een aflevering online gooi. Ik weet nog niet hoe ver ik ga. Ja, afgelopen week was er best wel veel in de media gekomen over dat veel meer mensen willen dat een vuurwerkverbod komt en zo, bla bla bla. Daar wil ik niet te veel aandacht aan besteden. Alleen wil ik wel even zeggen dat het me fucking erg is opgevallen dat alleen RTL Nieuws daarmee is gekomen. Echt fucking apart. Ik bedoel, het lijkt net alsof Arno Bolte een bedrag heeft betaald aan RTL Nieuws, zodat hun iets gaan publiceren over het vuurwerk. Want ik zag het echt alleen bij RTL Nieuws. Ik wil daar niet zoveel woorden over vuil maken. Het enige wat we daar aan hebben gehad is dat er best wel veel mensen op Twitter weer kwamen met de hashtag vuurwerkverbod. En shit, dus er waren een aantal leuke mensen die weer reageerden, waardoor ik dacht van what the fuck, krijgen we het nou alweer? Er zijn nu echt reacties gekomen, mensen. Jullie gaan het zien, maar het slaat helemaal nergens op. Misschien kunnen jullie het al zien aan de titel, maar sommige mensen die beweren dingen echt, wat een fucking onzin. Maar goed, we gaan nu met de allereerste reactie. Die is van Carla en die schreef: en alweer vuurwerk, Klarendal. Tijd voor een vuurwerkverbod. Die mevrouw die hoort dus een knalletje en zoals iedereen, hoppa, op Twitter, want klagen, bla bla bla. Carla, daar reageerde ik toevallig op. Ik zei even van, erg hè dat je een knalletje hoort, dat is toch niet zo gek voor rondom deze tijd. Je hoort af en toe een knalletje. En toen kwam Carla met de volgende reactie. Nou, zelfs afgelopen zondag tijdens de carnavalsoptocht werd er vuurwerk afgestoken. Ben je serieus, Carla? Je hoort een knalletje tijdens carnaval en daarom wil je dat er een vuurwerkverbod komt. Ik reageerde er ook op van, het is wat, ik hoop dat je het overleeft, weet je. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed, dat was dus de allereerste reactie. We gaan door naar de tweede en dat is echt de allergekste die ik ben tegengekomen. Die Lisbeth van Berkel, heet ze, of heet hij, ik weet niet wie het is, voor mij een man of een vrouw, weet ik. Die beweert dus, die tweette heel veel over vuurwerk, ja? Vooral anti-vuurwerk. En ik zat een beetje de reacties door te lezen. Ze reageerde dus op een tweet van iemand die schreef: zielig, hond Saartje is uit pure angst van het vuurwerk overleden. En toen dacht ik, what the fuck? Hoe kan een hond overlijden omdat hij vuurwerk hoort? Het slaat er helemaal nergens op. Er is dus een hond overleden, volgens hun, omdat er een knalletje buiten wordt afgestoken. Dat kan toch niet? Stel je voor dat het binnen in huis gebeurt, dan snap ik het misschien nog wel. Maar als het bijvoorbeeld, waar ik net ook al zei, als het bijvoorbeeld onweert, dan kan een hond dus dan ook overlijden. Misschien heeft hij dan al een hartafwijking of iets. Want hoe kan een hond nou overlijden van vuurwerk? Maar goed, deze Lisbeth van Berkel, die heeft op heel veel berichten op Twitter gereageerd met de hashtag vuurwerkverbod. Dus die is flink die hashtag aan het hoog houden. Ik weet niet, volgens mij heeft die vrouw of man geen leven, want ze is alleen maar bezig met het vuurwerkverbod. Een beetje onzin, maar een hond is dus overleden door vuurwerk, mensen. Snoep is niet goed. De volgende is van Marion. Hashtag vuurwerkverbod. Wat verlang ik ernaar? Word nu al knetter van de knallen. Dat was op 31 december om 10:30 s'avonds. Word je knetter van de knallen. Dit is toch goud, hè? We zijn helemaal knetter. Je hoort wat vuurwerk om fucking 11:30. Dat is een anderhalf uur voor de jaarwisseling. Hoor je wat? Ik bedoel, waar zeur je op? Wat een kabouter, man. De volgende is van Strandjutter. Oftewel Dorine of zo. Ik hoor zulke harde knallen dat ik me niet kan voorstellen dat de ramen vanavond heel blijven. Wat? Dat je ramen heel blijven? Zij gaat ervan uit dat de ramen gewoon gaan sneuvelen omdat er vuurwerk wordt afgestoken. Ik bedoel, het wordt steeds gekker. Ik heb daar volgens mij ook op gereageerd zo van, what the fuck, hoe kan je ramen ontploffen van vuurwerk, weet je? Tenzij ze een lawinepijl aan je raam vast gaan maken, ja, dan snap ik het nog. Maar ik bedoel, vuurwerk, trouwens, lawinepijlen zijn trouwens ook gewoon illegaal in Nederland, hè. Dus dan moet het sowieso met illegaal vuurwerk gebeuren. Zij denkt dus dat de ramen eruit gaan knallen. Hoe willen mensen overdrijven, weet je wel? De volgende reactie, die is van Ietsist. En die zie ik ook best wel vaak voorbij komen als je een beetje op die hashtag gaat zoeken op Twitter. En die kan er ook behoorlijk wat van. Die vrouw die, of man, weet ik veel wat het weer is. Die schrijft op 31 december heel veel tweets over het vuurwerk dat het verboden moet worden. En dat ze er helemaal niet goed van wordt. En dat de honden bla bla bla. Maar dit slaat echt alles. Ze schrijft: en dit is ons halletje. Na 3 bebloede hondenpootjes van de stress van het schrap zetten. Hashtag vuurverbod. What the fuck? Dus een hond is bang en die gaat zo hard op de vloer tikken dat ze bloedt. Wat? Dat is toch ongeloofwaardig? Hoe de fuck kan een hond nou bloeden uit angst omdat hij zijn pootjes op de grond? Maar dan ligt het toch aan hoe jij de hond opvoedt.
dan ben jij misschien je hond aan het bang maken. Je wordt buiten vuurwerk als hond en dan ga je helemaal schrap zetten van de angst en dan krijg je bloedige pootjes. Ik geloof er helemaal geen zak van. Of toevallig heeft iets eerst op het pootje van de hond gestaan en zo is het gebeurd, want dit gebeurt gewoon niet, laten we even eerlijk zijn. Patrick, die schrijft op 31 december om een fucking 4 uur 's middags, dus 2 uur voordat het mag. Volgens mij zijn er een hoop mensen die geen klok kunnen kijken, of is het toch al 6 uur? Dit is nou precies hoe fucking erg die zeurende mensen in Nederland zijn. 2 uur van tevoren neemt hij de moeite om op Twitter te zetten dat hij al knallen hoort en dat mensen geen klok kunnen kijken en bla bla bla. What the fuck, het is toch niet zo dat iemand te laat komt bij zijn afspraak? Normale mensen die niet van vuurwerk houden of die er niks mee hebben, dat kan gewoon, weet je wel. Wij houden ervan, maar je hebt ook mensen die er niet van houden. Die gaan bijvoorbeeld naar de stad en die gaan oliebollen kopen en als ze terugkomen is het 6 uur. Maar deze, die gaat op Twitter, gaat hij het hashtagje helemaal vol spammen in de hoop dat er inderdaad een vuurwerkverbod komt. Ja, hè? De volgende is van Eimusu en dat was een positieve reactie en dat vind ik heel erg opvallend gezien de haarkleur. Ik ben tegen een vuurwerkverbod, zelfs op de beperking van nu kan onvoldoende worden toegezien. Ongeoorloofde knallen geven meer ergernis en dat is natuurlijk zo. Als iets verboden is, dan gaan mensen juist knallen en dan gaan er juist meer mensen zeker op wat ze horen. Als het bijvoorbeeld de hele dag mag, zoals altijd was, dan gaan mensen helemaal niet zeker, want het hoort erbij op die dag, weet je, het mag. De volgende reactie, die is van Bas den Herder en die heeft niet zo lekker leven gezien zijn profielfoto. Die heeft een RT gegooid op stadsecoloog Almere die zegt vogels in blinde paniek door vuurwerk. En toen schreef hij daaronder ook daarom een hashtag vuurwerkverbod. Dus vogels zijn in blinde paniek door vuurwerk. Ik geloof daar weer helemaal geen fucking zak van. Ik bedoel, je hoort ook met carnaval bijvoorbeeld, hoor je ook van die trommels, weet je waar ze op slaan. Gaan ze daar dan ook fucking erg in paniek raken? Of als het bijvoorbeeld onweert, en dan komen we weer op onweer. Want ja, onweer kan harder zijn dan vuurwerk, laten we eerlijk zijn. En wat doen vogels dan? Raken ze dan ook in blinde paniek? Natuurlijk, ze gaan schuilen. Maar het hoort erbij. Knallen, geluid hoort op deze wereld. De volgende reactie is van Petra Kugel, ook weer zo'n iemand die niet zo lekker in haar leven zit gezien de profielfoto. Kennelijk weten veel mensen niet wanneer je het vuurwerk mag afsteken. Een algeheel vuurwerkverbod lijkt me dan voor iedereen duidelijker. Daar had ik ook weer op gereageerd, fucking dom van mij, daar schreef ik op. Onduidelijkheid over iets bestaat, moet je het maar verbieden. Zoals we hier in Nederland toch al zo goed mee bezig zijn. Maar deze Petra die is precies hetzelfde. Het is onduidelijk, dus dan verbied je het maar. Terwijl als je gewoon de hele dag gewoon lekker die mensen laat knallen, dan is er toch geen onduidelijkheid. Ik bedoel, die onduidelijkheid die komt er juist doordat mensen die tijden gaan beperken. Het is altijd op één manier geweest. Je mocht de hele dag vuurwerk afsteken en nu niet. Pas om 6 uur en weet ik veel wat. En om 2 uur s'nachts mag het niet meer. Vind je het gek? En bovendien, die regels die zijn 2 jaar geleden volgens mij ingevoerd. En dan kan je toch niet ervan uitgaan dat het gelijk hetzelfde jaar al helemaal wordt gehandhaafd. Nou, jullie hebben het kunnen zien. De reacties waren fucking ziek. Ik bedoel van, ik heb die hashtag gebruikt en er waren een aantal mensen. Een hond die is overleden door vuurwerk. Ramen die er allemaal gaan uitknallen, want wat een knal hoor je hier in de wijk. Vond je deze video nou leuk? Geef dan even een dikke like, want hoe meer likes, hoe meer video's. Ik zweer, dan ga ik meteen aan de slag. En bovendien, je kan ons volgen op Instagram, @pirateteamdelft. Op Facebook hebben we @pirateteamdelft en op Twitter @pirateteamdelft. Ik zie jullie weer volgende week bij een nieuwe video.